Sporthal Waardengolf in Heer Hugo Waard. Het decor voor het duel tussen FC Marlène dichtbij.nl en Hovo Kubo. De nummer 7 en nummer 2 van de competitie. En dat betekent dat de thuisploeg FC Marlène 2 punten heeft uit de eerste 2 wedstrijden en Hovo Kubo er 4 heeft. FC Marlène in het blauw, daar is balverlies. En dit is Molkaraj voor de bezoekers met een alleraardigst moment in de openingsfase van het duel. De ploeg van Sander van Dijk start geconcentreerd en dat is te zien in de eerste minuten van het duel. Molkaraj opnieuw en daar is De Groot. De Groot scoort hier niet en krijgt dan de bal terug van Molkaraj. En dan is het wel raak voor Hovo Kubo. Vorig seizoen was de ploeg uit Horen uitgeschakeld in de halve finale van de play-offs. Marlène haalde de finale, werd geen landskampioen. En daar het eerste schot op doel van de thuisploeg. Het is Sander de Zwart, oud-international. De Zwart weer in balbezit. Goede onderschepping aan de kant van Hovo Kubo. En meteen is daar weer de dreiging en het gevaar. Djoukaïr, Saint-Juste, ze scoren allebei niet. En dus blijft het 1-0 voor Hovo Kubo. Dat wel beter speelt. En dat betere spel omzet in mogelijkheden. Want dit is er weer zo een. En dit is Ali Djoukaïr met de 2-0. En dus een heerlijk begin van het duel in Heer Hugo Waard voor Hovo Kubo. Marlène geeft niet thuis. En het is Hovo Kubo dat kan combineren en ja, weer een man vrij voor de goal zet. Joshua Saint-Juste met een bal op de kruising. Dit was een enorme kans op de 3-0 voor de bezoekers. Kenneth Goudmijn vindt dat zijn ploeg niet goed speelt. Te langzaam speelt, er is geen bezieling. En na de time-out wordt de draad positief opgepakt, want dit is toch een aardige aanval. En dan is het meteen raak. Tom Hofkamp voor Marlène. Goudmijn heeft zijn ploeg weer op het goede spoor gekregen. En dit is een belangrijke treffer voor Marlène. En dan is het toch weer Hovo Kubo. Balverlies. Jeroen Kossen. Kossen levert in. En dan dit moment. De overtreding op Jeroen de Groot van Sander de Zwart. En buiten beeld heeft Mo Dari zijn zelfbeheersing verloren. En hij krijgt rood. En dus moet zo dadelijk Hovo Kubo met een man minder, 2 minuten lang, met een 2-1 voorsprong. Hij op weg naar de kleedkamer. Trainer Sander van Dijk ziet het met ledenogen aan. En nu dus een man meer voor Marlène. En dit is het moment om de tegenstander onder druk te zetten. Onder meer met Hofkamp. Hofkamp, nog eens een keer. En dit is een prima goal vanuit een hele moeilijke hoek van Sander de Zwart. En dan is het 2-2. En dan is er ineens weer van alles mogelijk. Opnieuw is het Marlène. En dit is een hele aardige pegel van Hofkamp. Die goed speelt. Als een van de weinigen bij Marlène. De Zwart houdt het overzicht en de bal op de paal geschoten. En zo was Hofkamp heel dicht bij zijn tweede doelpunt in deze wedstrijd. 2-2 de stand. Ali Djoukaïr. De bal op de paal. En dus blijft het 2-2. Genoeg mooie momenten in de eerste helft. En dan de andere kant op. Marlène en een goede redding van keeper Ronald van Leeuwen. Na de inzet van Roy Huisman. Die overigens niet heel hard was. Maar zo blijft het 2-2. Is dat de stand bij rust. Heeft het publiek al behoorlijk wat spektakel gezien. In Sporthal Waardengolf. Lastig programma voor de thuisploeg in de eerste wedstrijden van de competitie. De afgelopen 6 ontmoetingen won Marlène er 5. En nu staat Marlène op achterstand. Want hier staat De Groot, die zijn tweede maakt in de wedstrijd, vrij. En zijn belangrijkste wapen is zijn rechterbeen. En hij scoort 3-2 voor Hovo Kubo. En meteen komt daar een antwoord van de kant van Marlène. Met Jeroen Kossen. En daarna Velzenboer. Maar zij scoren allebei niet. Dit was Kossen. Oud international. Hovo Kubo met De Groot. En een goede redding van Rozenbeek. En nog eens een keer De Groot. Die dichtbij zijn derde doelpunt is in deze wedstrijd. De voorsprong nog altijd voor Hovo Kubo. En we gaan de laatste minuten van het duel in. Keeper Rozenbeek naar de kant. En Selbach in de ploeg gekomen met een afwijkend shirt. En dan is dit een aardige kans voor Dennis Selbach. Op de 3-3. Maar nog altijd de voorsprong voor de ploeg uit Horen. Slotfase van het duel, de absolute slotfase nu. En daar is Molkaraj weggestuurd.
En hij scoort en dan is de wedstrijd beslist. Een kleine 2 minuten voor tijd wint Hovo Kubo hier het duel. Want het wint met 4-2 in Heer Hugo Waard. En dan is het een kwestie van aftellen. Die laatste seconde van het duel is er nog een schot van Selbach. Maar de thuisploeg Marlene verliest hier in eigen huis van Hovo Kubo. Eindstand 2-4.